Hallo, welkom bij de volgende aflevering van Let's Talk. En zoals afgesproken gaan we het vandaag hebben over Leopold Sendar Senghor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar het is Leopold Sendar Senghor. Hij is een dichter en tevens de eerste president van Senegal. En dat was hij tussen 1960 en 1980. Pakken jullie allemaal snel wat te drinken als je dat dan niet hebt. Pak wat te eten. Ik heb zoals je weet koffie. En dan gaan we gewoon van start. En ik wil beginnen met de volgende quote. Een quote van hem eigenlijk. En die quote is: "Today our negritude no longer expresses itself as opposition to European values, but as a complement to them." Dus, "Today our negritude no longer expresses itself as opposition to European values, but as a complement to them." Mooi. Dus ja, zoals ik eigenlijk ooit deze serie begon, het mag naast elkaar bestaan. Sterker nog, het complimenteert de Europese, ja, laat ik het maar even noemen, norm, values, waarden. Ja, het is tof dat hij daar ook op een manier zo over dacht. Dat het gewoon naast elkaar kan bestaan. Dat het het zelfs complimenteert. Oké, dan gaan we nu verder met: wie was deze man? Nou, zoals ik al zei, hij kwam uit Senegal. Hij was schrijver, dichter. Hij is geboren in de buurt van Dakar. Voor de mensen die een beetje weten hoe Senegal eruit ziet. In de buurt van Dakar is hij geboren in een stad Yaounde. En hij heeft zijn opleiding genoten aan de École Nationale de la France d'Outre-mer in Paris. En zoals je nu al eigenlijk al doorhebt, I am trying to speak French. Ja, want zoals jullie weten, of sommigen misschien niet, Senegal was een Franse kolonie. Dus vandaar dat ik af en toe Franse woorden ga gebruiken. Hij is dus opgeleid aan l'École Nationale de la France Outre-mer in Paris. En daar raakte hij bevriend met Aimé César en de Franse president, Georges Pompidou. Na het behalen van zijn staatsburgerschap gaf Senghor ook les op, in Parijs, maar ook op verschillende scholen eigenlijk. En uiteindelijk, omdat Frankrijk een kolonie was van, of tenminste, Senegal een kolonie was van Frankrijk, moet ik zeggen, moest hij daar ook het leger in. Dus hij moest dienen onder de Franse vlag. Hij heeft dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan. Hij heeft 18 maanden gediend. En toen is hij weer teruggegaan naar zijn geboorteland, zijn thuisland. Hij is daar naartoe gegaan en is toen onderdeel geworden van een onafhankelijkheidsbeweging in Senegal. En hij leidde die ongeveer in 1960. En uiteindelijk heeft dat toe geleid dat hij gekozen werd tot Senegals eerste democratisch gekozen president. Hé, hey, that is something for you, hè? Hey, gewoon democratisch, chosen by the people. That is fabulous, can you imagine? Oh, that is nice. So first you have to fight under a flag that is not yours. And then you come back, you just start the movement. Hey, je leidt het. And then you're just chosen by the people. That is beautiful. That is wonderful, if you can accomplish that. Als je dat teweeg kan brengen. Ja, mooi. Wat zo mooi was aan Leopold, is dat hij eigenlijk zijn politieke carrière en zijn dichtcarrière eigenlijk, of zijn leven als dichter, altijd op elkaar gelegen hebben. Altijd met elkaar verbonden zijn geweest. En hij heeft ook een aantal gedichtenbundels geschreven. Chant d'ombre. Pardon my French, hè. Chant d'ombre in 1945. Nocturne. Ik denk dat het nocturne of nocturnes
is Something Like That, Nocturne, I think. En The Collected Poetry in 1991. En die is uiteindelijk vertaald door Melvin Dixon. En ik ga zo meteen ook een stukje voorlezen, voordragen. Zodat jullie ook een beetje een idee hebben van wat voor dingen hij dan schreef. En verder heeft hij ook een bloemlezing van werk van Afrikaanse dichters. Heeft hij bij elkaar gebracht. En dat heette Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Mélange, denk ik. Of Mélange. Mélange. I really don't know. Nègre et Mélange, I think. Of Mélange. In 1945 deed hij dat. En misschien kennen jullie deze persoon wel. Hij had namelijk, deze persoon heeft namelijk de inleiding voor boek van Afrikaanse dichters in de Franse kolonie. Heeft hij het voorwoord voorgeschreven. En dat is, voorwoord, de inleiding. En die inleiding is gedaan door Jean-Paul Sartre. Nou, dat is toch best een grote naam ook, Sartre. En in zijn werk van Leopold zie je heel vaak dat in zijn non-fictiewerk dat gaat over politiek, filosofie, sociologie en taalkunde. En dat zijn eigenlijk ook de dingen waar ik me wel een beetje mee bezig hou. Waar ik ook onderzoek naar doe. Nou, politiek niet echt, maar filosofie, sociologie wel. En en dan vooral bij niet-westerse schrijvers. Omdat ik echt van mening ben dat het naast elkaar mag bestaan. Het is niet of-of. Het kan en-en zijn gewoon. Senghor was samen met Aimé Césaire oprichter van de Negritude-beweging. Er was nog een persoon bij. En ze hebben het uiteindelijk met z'n drieën opgericht. In die Negritude-beweging, waar ik de afgelopen aflevering op in ben gegaan, ja, werden natuurlijk heel erg die Afrikaanse culturele waarden en esthetiek naar boven gebracht. Want ze waren natuurlijk onder het bewind van de Franse koloniën en ze wilden daarvan losbreken. Breaking free of the colonialism. That is also something we in Niger had to deal with. But then it was from the British colonies. Dus ja, er zijn altijd acteurs, kunstenaars, schrijvers die altijd hebben geleefd onder het, misschien kan ik wel zeggen, het juk van de kolonisatie. En die daarvan wegbreken. Of in ieder geval willen aantonen dat de cultuur die ze hebben, de Afrikaanse cultuur, dat het gewoon iets moois is, iets prachtigs. Dat daar gewoon meer aandacht voor mag komen. Dus ook zij begonnen de Negritude-beweging. En tevens heeft hij ook, omdat hij natuurlijk ook schrijver is, was hij medeoprichter van Présence Africaine met Alione Diop. Dus ook een iemand uit Afrika. Daar gaan we ook nog op in. En dat was mooi. Want zo had hij weer iemand vanuit een ander land waar hij samen mee ging werken. En waardoor hij toch echt Afrika representeerde binnen zijn werk. En Senghor, dus Leopold, was ook de eerste Afrikaan. Eigenlijk moet je nagaan, die werd gevraagd deel te nemen aan de Académie Française. En hij kreeg, hold it, are you people sitting? Are you sitting down? Okay, he got 37 eredoctoraten. 37 universities. He got the doctorate of 37 universities. You know how much that is? People don't even get half. Hey, dus deze man heeft gewoon van 37 verschillende universiteiten
kreeg hij een eredoctoraat. Ja. If you didn't know this man, now you know. Go and look for him. Look at his work. Kijk naar wat hij gedaan heeft. Kijk naar wat hij uitgebracht heeft. Naar zijn poëzie, zijn literatuur. Dit is ook echt iemand die je moet kennen. Helemaal als je een artiest bent. Dus zoek hem op. Zoek hem op. Daarnaast kreeg hij ook tal van onderscheidingen, literaire onderscheidingen. Hij werd ook best wel oud. Hij is uiteindelijk 95 geworden, 95 jaar. En hij is overleden in zijn huis in Frankrijk. Maar moet je nagaan, bij je 95 heb je zo'n grootse carrière gehad. Ja, Leopold. Ja, ja, go look for him, hè. Look, research, let it marinate. You know, just look him up. Zoek hem op. Hij is ook belangrijk. En what I'm going to do now, wat ik nu ga doen is eigenlijk, I'm going to try to recite an extract of one of his poems. Ja, ik ga gewoon een stukje voorlezen. I'm going to try, hè. I'm going to try. Don't kill me, please. I'm going to try it. This poem is called Elegy of Midnight from the Nocturnes. En het is geschreven in 1961. En het is vertaald vanuit het Frans, want hij is natuurlijk een Fransman. En I tried. My French is not that good, hè. They say fake it till you make it, but you need to know your capacity. Dus nee, ik doe de Engelse vertaling en een extract daarvan. Dus een klein stukje, niet de hele poem. En deze is vertaald door Charles Gunter. Oké, okay. I'm not going to look at you, because I didn't know it by heart. I'm just going to read it. So if you wonder, why is this woman not looking? I'm reading. Okay. So, sweetness of its strawberry lips, thickness of its stone body, sweetness of its peach secret. Its deep earth body open to the dark sour, the spirit germinates under the groin in the womb of desire. Sex is an aerial in the midst of the multiple where flashing messages are exchanged. The music of love, the poem's sacred rhythm, can no longer pacify me. Lord, I must summon all my strength against despair. Sweetness of the dagger in the heart up to the hilt. Like a remorse, I'm not sure of dying. Hey, Leopold, hè? Woo! He can write. He can write. Hey, was echt. Hey, was mooi, man. If you don't know this one, go and look for him. Ga hem opzoeken. Hij heeft echt dope dingen geschreven. Hey. Ja, echt mooi. Mr. Leopold. Hey, this is Africa for you. Hey. We have lots of talent. It's up to you to go and look for them. Ik ben geen encyclopedie. Maar ik zoek omdat ik het interessant vind. Ik vind het de moeite waard. Ga ook zoeken. Zoek hem op. Ik weet je, zoals ik altijd al zeg. Weet je. Ik weet niet alles. Maar samen weten we sowieso meer. Dus let's talk. Let's talk, laten we het erover hebben. Als jij iets weet of hoort over deze man of een gedichtenbundel, of je zegt, hey, Barbara, ik weet niet hoe je nocturne zei, maar dat klopt niet. Hey, schrijf het eronder, want dan leer ik weer van jou en dat is tof, dat vind ik fijn. Dus laten we dat doen. Dus tot zover Leopold Senghor Senghor. En volgende week gaan we het hebben over Aimé Césaire. En hij was ook een medeoprichter van de Negritude-beweging. Dus we blijven daar nog eventjes, want hij is ook echt interessant. Ik ben Barbara Willemsen, actrice, theatermaker en onderzoeker.
Ik weet niet alles, maar sowieso weten we samen meer. Dus let's talk. Ik zie jullie volgende week.